De COVID-19-website van de overheid is weer aangepast. Het aantal besmettingen per district is voortaan ook te zien op de website. Daarnaast is er een overzicht dat de nieuwe gevallen die binnen 24 uur gemeld worden aangeeft. Het overzicht laat ook zien hoeveel mensen binnen diezelfde periode genezen zijn verklaard. Ook is er een landkaart waarop te zien is in welke gebieden het virus voorkomt. Verder zijn er twee grafieken op de COVID-19-website die een beeld van de actieve gevallen vanaf 30 juli weergeven, als ook de mensen die vanaf die periode genezen zijn van het virus. Eerder deelde de minister van Volksgezondheid, Umar Ramadien, mee dat de website slechts één keer per dag bijgewerkt zal worden en wel om 8 uur 's avonds. Een deel van de cijfers dat gisteravond is bijgewerkt is nu dus achterhaald. Op de website staat de teller van overleden personen op 23. Echter heeft een bejaarde vrouw gisteravond het leven gelaten in het regionaal ziekenhuis Wanica. Ook blijkt dat er gisteravond na 8 uur meer besmettingen zijn geconstateerd. De teller zal later vanavond dus wederom naar boven bijgesteld worden.